You'd say, Bobby, what would you say? Sorry, well, an engineer called it. A genius who died. It is a loss for humanity. Okay? Thank you. There it is. Mr. Lyons, please come forward. If I say Bobby, hello. Yes. Okay, you played him, you saw him, you know. What does it mean that he died? I'm completely shocked, of course, and I think that the greatest player of jazz history of all times. Of all times, yes. Passed away. Good. Thank you. Please. Bobby Fischer, Yugoslavian, he was so world famous, even in Yugoslavia. Yes, but I think he was much more revolutionary to the Western world than to the Eastern world. And when he won the title, I think he became actually the most adored player, in the Western world for sure, because he promoted chess so much, and I'm sure that the popularity of chess in the Western world became mostly due to Bobby Fischer. But I want to stress also, he was so revolutionary that during the Soviet domination, he was probably more adored in the Soviet Union than even they adored their own champions there. So, in a way, we see that he was a man without frontiers. He was just... and it's sad. His destiny was to die at 64, like the squares on the chessboard. Okay. Thank you. Thank you, Lubo. John. Tot slot, Fischer. Nou, dat is al een paar keer genoemd. Fischer, eigenlijk de man van, ja, die het alleen opnam tegen de rest. De andere wereldkampioen. De man die de schaakklok, de Fischer-klok uitvond. De man die een nieuw schaakspel uitvond. De man die het professionalisme begon. Wat gaat er bij jou door je heen als je hoort Fischer is gestorven? Nou ja, ik was geschokt. Ik wist niet dat hij dat zo slecht aan toe was. Dat schijnen andere mensen wel geweten te hebben. Maar voor mij was het ongelooflijk. Ja, een grote speler. Dat was een groot voorbeeld voor mij, vooral in de 60e jaren, toen hij omhoog klom, zo in 1967. Hè? Toen zoek ik ook My 60 Memorable Games uitkwam. Dat was echt een boek dat ongelooflijk goed in elkaar zat. En alles wat hij daarin zei, vond ik de moeite waard. Als de partijen die hij speelde, vond ik de moeite waard. En hij was ongemaakbaar, absoluut ongemaakbaar. Wat ik jammer vind, is dat hij zo weinig echt serieus met schaken bezig is geweest na 1972. Nou, de tweede wereldkampioen in ons leven, Fischer en Kaspar, die ophouden terwijl ze leven en kunnen schaken en de beste zijn. Ja, Fischer was nog veel jonger eigenlijk toen hij ophield. Hij heeft nog wel die match later weer Kaspar gespeeld. Maar het is ontzettend jammer dat hij niet heeft laten zien wat hij kon na 1972. En ja, verder die Fischer klok en dat Fischer random schaak, dat spreekt mij niet zo aan. Maar die persoon zelf en wat hij op het schaakbord deed en wat voor inzicht hij had. Dat was adem en neem. Dat was ongelooflijk. Dank je. Ja, dan wens ik de vier deelnemers van de Erevierkamp veel succes toe. En ik hoop dat u getuige zult zijn van zes mooie ronden. I wish you good luck.